Mijn naam is Merel en ik ben al gedurende 39 jaar de tekenaar, schrijver van De Kiekeboes. Na 32 jaar is er nog eens een album van mij uitgekomen dat in Antwerpen afspeelt. Wie A zegt. Daarom ga ik u meenemen voor een wandeling door deze prachtige stad. En ik ga u ook meenemen langs de Kiekeboe stripmuur die deel uitmaakt van de stripwandeling in Antwerpen. We staan hier nu in de tuin van de kathedraal en toen ik hier kwam was ik erdoor zo gecharmeerd dat ik dacht, ja, dit moet zeker in het album inkomen. Dus er komt een hele scène die hier afspeelt. Antwerpen als stad komt regelmatig voor in strips bij verschillende striptekenaars. Een aantal jaren geleden is er het initiatief genomen om in Antwerpen, in navolging van Brussel, ook te voorzien van stripmuren. De allereerste was die van Jan Boschart. Ondertussen zijn er ook bijgekomen van Jommeke, Suske en Wiske, ook van de Kiekeboes. En er is nu een georganiseerde wandeling die je kan doen langs de verschillende stripmuren. Nou, die stripwandeling, ik denk dat dat wel voor elk wat wils is. Voor de ouderen, die herkennen daar dus de strips in die ze in hun jeugd gelezen hebben. Suske en Wiske, Nero, Jommeke en zo. En dus voor de jongeren, ja, is het leuk om hun striphelden, die ze kennen en die ze dagelijks lezen, om die tegen te komen in het straatbeeld. Beste mensen, dit is misschien voor u gelegenheid om die stripmuurwandeling in Antwerpen een keer te doen en dan in één keer ook het album Wie A zegt van de Kiekeboes te lezen. Veel plezier ermee. Antwerpen inspireert striptekenaars en striptekenaars inspireren Antwerpen. Maak een wandeling langs de 10 huizenhoge striptekeningen in de binnenstad. Meer info en het plan vindt u op www.stripmuren.be.